drinkt jij graag wijn? Niet meer dan 2-3 flessen per dag. Ik drink rode wijn, zoals het lieke klinkt. Drink rode wijn. Drink je ooit witte wijn? Witte wijn drink ik niet, omdat witte wijn het uitzicht heeft van urine. Aangezien ik geen urinoloog ben. Je bedoelt uroloog? Nee, urinoloog. Een uroloog, dat is ene die zich met de prostaat bezighoudt. En een urinoloog is een koprofaag die urine drinkt. In het jaar onze heren 1985 dronk toen ook wijn. Hoe oud was ik? Toen 12 jaar. Dus gedronk al. Ik dronk zeker goedkope rode wijn. Flessen van 20 frank. Maar dat was niet slecht. Je kreeg er alleen maagpijn van. Maar dat moet je erbij nemen. Zoals ze in het Frans zeggen. Paris vaut bien une messe. Heb je ooit al gehoord van Oostenrijkse wijn in 1985? Ah, dat was witte wijn die eigenlijk met antigel, met antivries gemaakt werd. Het was glycol. Niet alle antivries is glycol. Ik weet niet wat de smeerlapperij ze daarin deden. In ieder geval, de Oostenrijkse witte wijnen die een goede reputatie hadden, zijn sindsdien gekelderd en zij hebben zich nog niet van dat schandaal hersteld. Als je mensen smeerlapperij levert, dat blijft u een leven lang achtervolgen. Ja. Ten andere, ik krijg daar hoofdpijn van. Dus ik drink zeker geen Oostenrijkse witte wijn. Of het zou moeten zijn dat het heel hard vriest. Dan heb ik antivries nodig in mijn genitale partijen. In 1985 kwam het uit dat er glycol bij de witte wijn gedaan werd om het zoeter te maken. Dat was maar bij 1 of 2 wijntelers. Ten slotte zijn ze erachter gekomen dat zowat alle wijntelers in Oostenrijk glycol in hun wijn deden. Hoe zijn ze dat te weten gekomen? Omdat de mensen hun urine niet meer bevroor, maar de Oostenrijkers. En nu ga ik terug de wet van Godwin. Nee, nee. Ja. Dat was het geboorte van die met zijn snorken daar in zijn blessende naam ontsnapt mij. Dus dat zijn allemaal shampooters. Ze zijn het te weten gekomen omdat glycol niet alleen dodelijk is voor de mens, maar ook voor de ratten in de riolen. Al die wijntelers hebben hun wijn in de riool gekapt en plots ging al het leven dood. Mensen, die mogen gerust sterven, maar ratten komt daar niet aan. Dat is de biodiversiteit van de planeet. Dank u voor de les. De volgende keer leren we u uw haar knippen. Het hoofdhaar, het borsthaar of het schaamshaar?